Binnen mobile zijn wearables the next big thing. Armbanden, horloges, ringen, gehoorapparaten en natuurlijk brillen zoals Google Glass. Het spreekt voor zich dat wij bij Magnus hier graag ervaring mee op willen doen. Daarom hebben we eerder dit jaar een Google Glass besteld. Niet voor de app, maar ook om er serieus mee aan de slag te gaan. Met als doel antwoord te krijgen op een drietal vragen. 1. Wat is de user experience van Google Glass? 2. Hoe werkt app development voor Google Glass? En 3. De belangrijkste, zijn er business cases te maken voor Google Glass? Hoe hebben we dit aangepakt? De user experience was natuurlijk makkelijk. Pak Glass uit, laat hem op en probeer hem uit. Wat direct opviel, is dat je eraan moet wennen. Echt aan moet wennen. Nadat je hem de eerste keer 5 minuten hebt opgehad, heb je de neiging om hem direct in de hoek te gooien en nooit meer aan te raken. Maar de aanhouder wint. Langzaam, maar zeker, wordt het gebruik steeds natuurlijker. En dan kun je echt richten op de functionaliteit van Google Glass. Google Glass is eigenlijk een computer in een bril. Je kunt er dus gewoon applicaties voor ontwikkelen. En eigenlijk is dat niet eens heel veel ingewikkelder dan applicaties ontwikkelen voor een smartphone of een tablet. De eerste toepassingen hebben we reeds gerealiseerd. Dit hebben we gedaan door met relaties te brainstormen over de toepasbaarheid van Google Glass en deze ideeën uit te werken. Dit beantwoordt meteen de laatste vraag. Zijn er business cases te maken? Jazeker. Zijn er nu direct sluitende business cases te maken? Eigenlijk niet. Google Glass is in meerdere opzichten nog steeds een prototype. En dat merk je onder andere in het dagelijks gebruik en in de kosten. Is dat erg? Wel nee, helemaal niet. Niemand is ooit slechter geworden van het denken in mogelijkheden. Tegen de tijd dat Google Glass productie rijp is, hoeven wij niet meer na te denken over wat we mee gaan doen, maar gaan we direct mee aan de slag. Iedereen die nieuwsgierig is naar de zakelijke toepasbaarheid van Google Glass, nodigen we van harte uit contact met ons op te nemen.